In de nacht van dinsdag op woensdag rond 2 uur ontdekte Harold Halewijn, de fractievoorzitter van GroenLinks bij de gemeente Wormeland, brand voor de deur. Zijn beide auto's, niet naast elkaar geparkeerd, stonden aan de rechtervoorkant in brand. Eén auto stond voor zijn huis geparkeerd, de andere auto aan de overkant van de straat. Halewijn probeerde met de tuinslang nog te redden wat er te redden viel. Brandweerlieden uit Oost-Knollendam en Spijkerboor wisten uiteindelijk te voorkomen dat het huis of andere auto's vlam vatten. Omdat de auto's niet naast elkaar geparkeerd stonden, kan er gesproken worden over 2 brandhaarden. De auto's van 1 eigenaar lijken daarom het slachtoffer te zijn van een doelgerichte actie. De politie en brandweer willen nog geen uitspraken doen en de brand zal onderzocht worden. Kevin!